Wie ben jij? Ik ben Tess van Dintra, ik ben 12 jaar. En waar kom je vandaan? Ik woon in Den Bosch. Den Bosch. En heb je veel voor dit toernooi getraind? Nee, alleen vanochtend en gisteravond. Gisteravond. En ben jij erg zenuwachtig zometeen? Ja, een klein beetje. En hoe vind je het om op gras te spelen? Ja, het is best wel moeilijk. Alleen ik vind het wel leuk. Wel leuk om een keer wat anders, iets anders te spelen. Ja. En heb jij nog een bepaalde manier om je op een wedstrijd te concentreren? Ja, van tevoren inlopen en inspelen en een trainer dan bespreken wat we gaan doen. Ja. En stel dat je nou zo meteen wint, hoe lijkt je het om naar de Dominicaanse Republiek te gaan? Lijkt me wel heel leuk. Ja, en wat lijkt je het leukst? Ja, dat ik ook tegen buitenlanders kan spelen en zo. En weet je al wie je tegenspeler is? Nee. Dat weet je nog niet? Nee. Nou, en wat verwacht je van de wedstrijd? Denk je wel dat je een goede kans maakt? Oh, ja. En heb je ook nog een favoriete tennisser? Ja, bij de mannen Nadal. En bij de vrouwen? De vrouwen hebben niet echt een favoriet. Niet echt een favoriete tennisser. En hoe vind je het verder hier? Ik vind het wel leuk dat je ook die toppers en zo kan zien spelen en trainen en zo. Ja. Welke dagen ben je nog meer geweest? Verder ben ik niet geweest, alleen gisteren. Alleen gisteren. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Tess. En heel veel succes voor zometeen. Dankjewel.